Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Het ongelooflijk en fraaie maartweer, dat lijkt mij niet op te houden, maar toch wordt het de komende dagen wel wat minder fraai. Vandaag nog niet, want hadden volop zonneschijn en weer hoge temperaturen. En ook vanavond blijft het helder, droog en ligt de temperatuur rond een graad of 8. In de loop van de nacht komt er vanuit het noorden meer bewolking opzetten. Kan het ook wat nevelig worden, maar in de opklaarsgebieden koelt het nog flink af tot dicht bij het vriespunt. Onder het wolkendek wordt het een graad of 4. Morgenochtend beginnen we dan met wolkenvelden, maar in het uiterste zuiden schijnt meteen al de zon en in de loop van de dag breekt er steeds meer plaatsen door de zon door. Alleen in het uiterste noordwesten en noorden kan de bewolking mogelijk blijven overheersen. Daar wordt het 9 graden, Limburg 17. Zaterdag is er overal veel bewolking, dan heeft de zon het moeilijk. Heel misschien breekt ze in Zeeland door. In het oosten en noorden kan een druppeltje motregen vallen. Zondag verloopt vrijwel droog, maandag valt er misschien weer een bui. Temperaturen gaan na zaterdag weer omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.